Sendok. Dat is een vork. Sendok is een lepel, ja. Ja. Een vork? Vork? Garpu. Garpu. Oké. Okay. Een mes? Ja, ja. Pisau. Pisau? Pisau. Pisau. Oké. Okay. Pisau is een mes. Oké. Okay. En een stoel? En? Stoel? Stoel? Stoel. Soep. Stoel. Stoel. Kursi. Kursi. En tafel? Medja. Medja. Ja, 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 ja. Ja, ik ken niet alles, maar een paar woorden ken ik toch wel in het paleis. Ja, ja. Ja, ik heb het niet nodig. Maar het is toch wel prettig als je het kent. Ja. Zoals ze nou op het ogenblik. Dan moet ik wel een beetje zoeken. Ja. Ja. Maleis. Heeft geen verleden tijd. Nee? En hoe moet je dan zeggen van... Heeft geen verleden tijd. Nou, maar hoe kan je dan zeggen dat iets gebeurd is? Want als je praat van over gisteren... Ja. Dan blijft het gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Maar dat doet aan de verstaanbaarheid niks af. Nee. Of je nou in tegenwoordige tijd spreekt, of in de verleden tijd, in het Maleis maakt dat niks uit. Nee. Maakt niks uit. Nee. Is wel zo gemakkelijk. Ja. Ja. Moet je kijken, warme. Oh, wat heerlijk, warme koffie. Ja. Oké, okay, dus sekarang, saya mau minum kopi. Ja, dus nu wil ik koffie drinken. Oké, okay, maar gisteren heb ik koffie gedronken. Gisteren wou ik koffie drinken. Kemarin. Oh, kemarin. Kemarin is gisteren. Oké, okay. Kemarin saya minum kopi. Mau. Oh, mau minum. Mau minum, ja. Oh, gisteren wou ik koffie drinken. Dat heb ik hier nodig. Nee. Maleis. Nee. Ze spreekt hier allemaal Nederlands. Ja. Maar het is wel gemakkelijk als je het kent. Ja. Als je bij een benzinepomp komt of zo. En ze spreken geen Nederlands. Dan is het wellicht nog gemakkelijk. Ja. Ja.